zijn er overeenkomsten tussen de topsportwereld en het bedrijfsleven. Onder de noemer Coaches of Industry leren Ernst & Young en 5 topsportcoaches bedrijven hoe zij beter kunnen presteren. Vrijdag 13 april was in Amsterdam de eerste beleving coachdag met de finance afdeling van de Schiphol Group. De topcoach van de dag was Joop Alberda. Ik heb grootste verwachtingen. Ik weet dat Ernst & Young zaken heel goed regelt. Dus dat is al het eerste. Maar daarnaast vind ik het gewoon leuk om met ons team hier vandaag te zijn. We zitten hier als Schiphol staan we voor een groot veranderingstraject. Dat hebben we Topfit genoemd. Dus de link met topsport is natuurlijk hartstikke mooi. En we hopen het nog vandaag heel veel te leren vanuit de topsport, topcoach. Hoe wij daar als team beter uit kunnen komen. Altijd heel interessant om het bedrijfsleven te spreken over coaching en over topperformance. Zoals we dat in sport beleven. Omdat daar toch wel heel veel raakvlakken in zitten. Er zijn ook wat onderscheidende punten in. En elkaar inspireren en het uitwisselen van kennis daarin. En gezamenlijk kijken van, goh, kunnen we een bedrijf op een hoger plan brengen? Dat is altijd een uitdaging. Hij heeft een lange termijn visie. Daar heeft hij hele goede resultaten mee gebouwd. Als bedrijf willen wij hetzelfde zijn. We hebben niet voor niks een masterplan dat tot aan 2025 reikt. Maar ook als financiële discipline hebben wij een plan dat over meerdere jaren bestrijkt. Dus daarin zie ik wel parallellen. Ik denk dat het heel belangrijk is in een team dat je niet alleen naar de dingen kijkt die niet goed gaan, maar juist je energie haalt uit de dingen die wel goed gaan en elkaars talenten ook daarin benutten. Na de introductie werd de groep in tweeën gedeeld en speelden de teams een managementspel tegen elkaar. Het spel is eigenlijk zo ontworpen dat je met 2 teams, een strategisch team en een operationeel team, over een aantal stellingen kunt oordelen en een mening kunt vormen. En het wordt zo gedaan dat je eigenlijk zegt van we gaan op basis van een stellingen over personeel, of het management, strategie of de omgeving, gaan we een aantal stellingen poneren. En het strategische team en het operationele team hebben dus daar hun eigen mening over. En het idee is dat als je aan het eind van het spel dus alle meningen optelt, dan kun je uitstekend zien wat de verschillen zijn. Dan komt er altijd een vruchtbare discussie en dan gaat het over de 3 punten van hoe gefocust ben je nou eigenlijk op dat proces? Hoe creatief zit je ook in dat proces? Kun je met elkaar tot overeenstemming komen? En kun je vervolgens de organisatie als 1 trein in de richting van het doel sturen? We kijken uit naar de input van de coach vanuit zijn sportervaring. En dat sluit perfect aan op de aandachtspunten die wij dus zien in de game. Maar ook in het werk wat wij doen als Ernst & Young. Perspectief om altijd morgen als het ware beter te zijn dan vandaag. Dat gemeenschappelijke, dat zou met name in het bedrijfsleven, zoals ik er dan naar buiten kan, dan kijk ik nog wel een stapje sneller en hoger kunnen. Omdat heel processen toch soms blijven zitten in ambtelijke of bureaucratische structuren. En daarmee haal je eigenlijk ook de individuele potentie van medewerkers en werknemers soms weg. En ik denk dat dat een van de sleutels is voor succes van ondernemingen voor de toekomst. Na afloop keken de betrokkenen terug op een geslaagde beleving coachdag. Ik denk dat het absoluut gelukt is. We hebben echt een geweldige dag gehad. Ik had het gevoel dat het operationele kant zich meer bewust was van de situatie waarin de organisatie zich bevindt. En dat de strategische kant meer bezig was met, ja, eigenlijk willen we wel meer zo zijn. Als we op deze manier ons kunnen profileren naar onze klanten toe, dat ik denk dat de klanten staan applaudisseren om te zeggen, dit is echt iets nieuws. Dit geeft ons echt weer een andere manier van samenwerken, waar je gewoon de beste dingen uit elkaar haalt. Dus ik denk dat het absoluut mission accomplished vanuit deze kant. Maar het zou leuk zijn als de klant het zegt. De echte kern was voor mij na afloop, toen werd de analyse gedaan. Ja, en toen zijn er ook een paar echt rake dingen in het team gezegd. Van dingen die wij gewoon beter kunnen doen met z'n allen. Ja, en daar heeft die coach een hele sterke rol in gespeeld. Dus voor mij heb ik het helder op het netvlies hoe we verder gaan. En dat was heel, heel waardevol.